Zo, welkom terug allemaal. In een van mijn vorige video's rond straatfotografie kwam de vraag naar boven hoe dat je eigenlijk goedkoop met straatfotografie kunt beginnen. En dan zijn er eigenlijk eerst en vooral één belangrijke beslissing die je moet maken. Wil je analoog werken of wil je digitaal werken? Als het geen probleem is om analoog te werken, op zich analoge camera's zoals bijvoorbeeld deze... Een, een echte meetzoekercamera. Ze zijn heel goedkoop online te kopen. Dit kostte mij echt denk ik 20 euro. En daarmee kan je dan... Dat blijft over het algemeen goed werken. Als het stuk gaat kopen voor 20 euro gewoon een nieuwe. Er zijn natuurlijk specialere versies van. Die duurder zullen zijn. Die lichtsterker zijn. Maar voor straatfotografie heb je geen speciaal lichtsterke lens nodig. En dit is nog een 2.8. Dus ook niet slecht. Maar je hebt natuurlijk de terugkerende kost van de film. Hier zul je telkens dat je filmbelicht is, de kost hebben van 1 de aanschaf van je film en 2 de ontwikkeling van je film. Dat kun je eventueel beperken door zelf film te gaan oprollen of door film te kopen die over tijd is. En qua ontwikkelingskost kun je die verlagen door je film zelf te gaan ontwikkelen. Nadeel van dit systeem is dat je dus één vaste lens hebt, één geheel. En bij deze camera valt niet zo heel veel manueel in te stellen. Als je echt volledige manuele controle wilt, maar nog altijd analoog, dan zou ik een Minolta camera aanraken, aanraden, een spierreflect, dat is de X700. Maar je ja, hebt bijvoorbeeld ook de X500, die is nog goedkoper. Maar zelfs dit kost echt niet veel geld online. Daar zit nu een 35mm f2 lens op. Nee, f2.8 zal dat zijn. Ja, 35mm f2.8. Dus als een lichtsterke lens als je een lens koopt. Dus hier heb je het voordeel dat je verschillende lenzen op kunt monteren. En als je voor Minota gaat zou ik aanraden van ofwel de 35 ofwel de 50 17 te gebruiken. Eén van die twee lenzen is een standaard beeldhoeklens. Nu als je die, kost, die terugkerende kost van uw film en de ontwikkeling van je film... Als je die gaat optellen als je heel veel foto's neemt... Dan is er misschien wel iets voor te zeggen dat het interessanter is om eigenlijk al meteen... Te investeren in een digitale camera. Dat kan dan een digitaal compact camera zijn, maar dan liefst wel iets waar je een klein beetje manuele instellingen en mogelijkheden hebt. Of je kan gaan voor bijvoorbeeld een instap-spiegelreflex van Nikon, dat kost ook niet veel geld niet meer. Of Canon. Als je voor Nikon gaat, zou ik deze lens aanraden. Daar komt de zonnekap bij. En het is een DX lens, dat betekent dat het een lens is specifiek voor crop sensor, APS-C formaat sensor. Dus als je een full frame camera hebt gekocht, dan zou ik eerder gaan voor de 35 of de 50mm full frame lens FX. Dit is de DX, maar heeft prachtige beeldkwaliteit. Dit is eigenlijk omgerekend een 50mm lens, maar naar beeld, klein beeldformaat. Maar 1.8 is heel licht sterk. En prachtige beeldkwaliteit. Echt een topper. Voor als je een Nikon Dx camera hebt. Van Canon ken ik niet al lenzen, maar in feite kun je daar ook gewoon kiezen tussen een 35 of een 50mm lens. Bij Canon weet ik wel dat ze bijvoorbeeld ook een 50mm 18 maken. Dat is ook een goede keuze. En dat zijn echte standaard lenzen. Dus die zijn vaak ook heel goedkoop in aanschaf. Heel specifiek als je voor Fujifilm kiest, dus systeemcamera's. Dus zonder spiegelreflex eigenlijk. Dan zou ik voor deze lens gaan, dat is de 23mm. F2, dus de, de, de recentste versie, niet de uh, 1.4 lens, dus hier zie je de 23 mm F2. Een compacte lens, uh, waterafstotend of toch beter weather resistant dus te gebruiken in weer en regen en dergelijke meer, wat voor straatfotografie wel belangrijk is. Die F2 is niet zo belangrijk, maar het is gewoon een mooie scherpe lens en die is ook absoluut niet duur. En dat kunnen combineren met bijvoorbeeld een tweedehands XT1 of een XE1 of een XE2. XT10. Dergelijke model. Ik denk voor een XT1. Dat is eigenlijk het topmodel nog. Van de vorige generatie, zou je nog wel minimum 400 euro kwijt zijn. Terwijl voor een XE2 iets, iets meer dan 200. Voor de XE1 zou je eigenlijk al onder de 200 euro moeten kunnen vinden. En deze lens kun je tweedehands misschien ook vinden. Ik denk dat die nieuw rond de 400 euro kost. Maar natuurlijk dat is een investering dat je eenmalig doet. Dus die lens kun je op elke Fujifilm camera die je daarna zou kopen nog gebruiken. En kun je dus nog ook tweedehands nog gaan verkopen. Als je beslist dat die hobby toch niets voor u is, Sony zou ik niet meteen aanraden, omdat de lenzen gewoon stuk voor stuk vrij duur zijn. Daar heb je bijvoorbeeld een 35mm 2.8, wat dat wel een geschikte lens is. Maar zelfs deze vrij standaard lens, wat eigenlijk overeenkomt met dat type of dat type lens, kost dubbel zoveel als die, type, als die lenzen. Terwijl dat de beeldkwaliteit zeker niet beter is. Je hebt dan nog een breedtoeklens ook bijvoorbeeld de 28F2 als je toch breder wil gaan. Ik zou sowieso tussen de 28 en de 50 blijven voor straatfotografie. Zo, dat was het alweer. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.